ben in 2000 ongeveer bij de vereniging terechtgekomen omdat ik zelf een eetstoornis gehad heb. En omdat ja, ik heel veel aan die steun heb gehad en de lotgenoten die ik daar vond, die gewoon mij heel goed begrepen. En ondertussen werk ik daar al heel de tijd als voorzitter en als klinisch psycholoog. Ik ben terechtgekomen bij ANBN eigenlijk met de eerste dag tegen eetstoornissen in 2013. En dat voelde direct heel goed, heel warm. En ik voelde, ik wil hier iets mee kunnen doen. Ik heb zelf ook een eetstoornis gehad. En dan ben ik daar eigenlijk ingerold en doe ik ondertussen een beetje van alles. Voor mij betekenen lotgenoten echt mensen die op een andere manier naar het leven kijken, gewoon door de worstelingen die ze zelf doormaken. En omdat je dat zelf ook hebt meegemaakt, zorgt dat er eigenlijk voor dat je soms maar een half woord nodig hebt om elkaar te begrijpen. Ik denk dat als ik toen had geweten dat ANBN bestond, en als er toen al, dat was nu toen nog niet het geval, maar als er toen al zo'n inloophuis was, dan had ik me denk ik veel minder alleen gevoeld in mijn gevecht met mijn eetstoornis. Want ja, je hebt wel natuurlijk je vrienden of je familie die er voor je willen zijn, maar die begrijpen dan niet wat voor een oorlog dat vaak in je hoofd is. Ik was zo heel timide en heel verlegen. En ja, dat was in het begin zo van ja, ik weet niet of ik wel echt een eetstoornis heb. Want oh, ik heb geen extreem ondergewicht, dus kan ik dat dan wel hebben? En gewoon door de verhalen van andere mensen te horen en door daar samen over te chatten was dat dan, had ik echt wel het gevoel van oké, dat zijn mensen die mij serieus nemen en die mij ook wel kunnen doen inzien van zelfs al heb ik geen ondergewicht, mijn probleem is echt wel ernstig. En daardoor heb ik eigenlijk maar de stap naar hulp kunnen zetten. Er zijn heel veel dingen die ik zelf heb meegemaakt, die ik zonder ANBN nooit zou hebben meegemaakt, die gewoon echt wel een heel grote verrijking zijn. En waar ik ook zelf nooit van had gedacht dat ik dat ooit zou durven. Mm-hmm. Gewoon het feit dat je deel uitmaakt van zo'n warme, goede groep, maakt dat je jezelf ook voor een stuk ja, wat meer kunt uitdagen en dingen kunt proberen en dat we daar ook gewoon allemaal samen heel blij voor elkaar over kunnen zijn. Toen dat we voor de dag tegen eetstoornissen die dat we in Gent organiseerden in 2015, wouden we eigenlijk een flashmob doen. En dan was het idee er gekomen van we gaan op de Korenmarkt in Gent doen met vier mensen, één voor één. Ik was de eerste. Ik moest mij tot aan mijn ondergoed eigenlijk uitkleden, blindkop doen. Voor mij stond er een bord met... Heb jij ook geworsteld met zelfvertrouwen of met een eetstoornis, net als ik? Schrijf dan oké op mij. Ja, ja. Ik kan me nog heel goed herinneren, zo de eerste moment dat er iemand een stift nam en op mij schreef. En dan kwamen er meer en meer mensen en dat gaf zo'n overweldigend gevoel. Ik denk dat van de dingen die wij doen, dat een van de belangrijkste dingen is. Zorgen dat mensen zo snel mogelijk goede hulp vinden, zich begrepen voelen, er zo het gevoel hebben van ik sta er niet alleen voor, er zijn er nog die daar hier mee worstelen. En mijn gewicht, dat zegt eigenlijk helemaal niks. Het gaat erover hoe dat er in mijn hoofd aan toe gaat. En dat willen we ook wel wat uitdragen. Van, er is hulp en je kan ervan herstellen. Want we zijn alle twee ook hersteld van de eetstoornis. Heb ik gekozen voor een bier. Oh, wauw. Dankjewel. Dank u. Mooi. Wij van Schoenentorfs zijn ongelooflijk fier en enthousiast dat we jullie project hebben mogen steunen. Het is echt een fantastisch project. En ik zou iedereen willen oproepen om zijn of haar steentje bij te dragen. Het is gewoonweg fantastisch.